Agnes. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Hoi en leuk dat je kijkt naar de dagboek van Agnes. Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Karin Stelman van der Werf. Ja, ik ben van 7-8-1987, dus ik ben op dit moment dat ik dit opneem 34 jaar. En het is de datum van vandaag, 7 januari 2022. Ik ga jullie zometeen een beetje een voorgeschiedenis laten horen wat ik allemaal al mee heb gemaakt qua operaties en hoe mijn Agnes een beetje in stand is gekomen. Nou, daar gaan we. Zit je er klaar voor? Nou, ik heb in 14 oktober 2014 heb ik een maagverkleining ondergaan. Ja. Daarna heb ik een relatie gehad met Ro. Toen heb ik op 19/10/2018 heb ik een eerste buikwandcorrectie gehad. Mijn buik was hier strak. Hier kwam dus weer huid overheen. Dus dat kan je nagaan, dat doet zeer. Ja, dat klopt. Dus toen heb ik weer aan de bel getrokken bij het ziekenhuis. Van joh, hallo, het doet me te veel zeer, deze huid. Toen hebben ze mij weer geopereerd. Dat was op 14/6/2019, want hier staat opnamedatum. Dus kan het een beetje fout hebben? Misschien wel, misschien niet. Weet ik niet uit mijn hoofd. Maar oké. Dus dat ging goed. Tot zover. Ongeveer 2-3 maanden daarna had ik iets. Nou, het doet me een beetje zeer. Oké, ik had iets. Nou, dat zal wel vocht wezen. Ik ga niet aan de bel trekken. Hè? Bij mezelf kennende doe ik dat niet zo snel. Sla maar. Dus ik heb me daar heel lang mee doorgesukkeld. Oké, we gaan nu een hele tijd in de hele grote sprong. Eigenlijk bijna van vorig jaar. 7 augustus 2021. Ben ik jarig. Werd ik het dus 34. Nou, helemaal leuk. Tof. Heb ik samen met Ro gevierd bij Wereldrestaurant samen. Ja. Nou, dat ging allemaal leuk. Had ik wel wat pijn. Al wat ik altijd al heb, hè. Beetje zeurderig. Oké. De volgende dag. 8 augustus 2021. Oké. Ik werd al niet lekker wakker. Misselijk. Gewoon niet lekker zijn. Maar ik had zoiets van, nou, we krijgen toch bezoek. We gaan ervoor. Oké. In de auto. Gewoon niet lekker. Maar oké. Hè? Bezoek opgehaald bij het station. Wel verteld van, hey joh, ik voel me niet helemaal lekker. Dus ik weet niet hoe de dag gaat verlopen. Ik heb pijn. Maar we gaan jou wel onze grote winkelcentrum laten zien. Nou, dat vond hij helemaal geweldig. Top. Dus dat gedaan. Bijna. Hè? Dus we gaan daar naartoe. Mooi. Rodi parkeert dus de auto. We gaan lopen eerst naar de hele voorkant. Dus wij parkeren altijd aan bij de Jumbo. Nou. En het was op dat moment druk. Nou, ik vind drukte helemaal niet erg. Maar op dat moment breekt de zweet me uit. Ik had zoiets van, nou, ik heb koorts, maar ik weet, ik heb nooit koorts. Oké, okay, prima. En misselijk en beroerd. En ik had eigenlijk een kokhals naar. Ik denk, ja, maar ik kan niet overgeven, want ik heb een maagverkleining. Dus ik moest naar buiten. Ik werd zweverig, zweet, warm, koud, echt alles. Nou, ik kon het zo gek niet verzinnen. Of ik had het wel zowat. Gewoon al die dingen. Nou, dus ik snel naar buiten, waar de tram ook langs rijdt. Nou, en Ro die loopt achter me aan. Onze bezoek loopt achter ons aan. En ik overgeven slijm. Nou, oké. Okay. Nou, dat ging wel weer. Dus ik dus weer mee naar binnen. Dus ik zeg tegen Ro van, laat jij maar boven zien, hè, bij het eetgedeelte, theatergedeelte, aan hem zien. Ik ga wel even zitten. Ga jij het eventjes en tegen de beveiliging zeggen dat ik me niet lekker voel, maar dat ik wel ga zitten. Ja, nou, dat heeft hij helemaal netjes gedaan. Nou, dus gaan dus weer verder. Maar ik werd dus weer misselijk beroerd. Pijn. En heel veel pijn. Zo. Ik dacht dan dat ik gewoon heen door de grond ging. Zoveel pijn. Nou, als Karin pijn hebt, dan heeft Karin pijn. Zal ik maar zeggen. Ja. Nou, fijn.
Dus ik bel Ro op. Van joh, hey, luister, ik heb pijn, maar ik moet ook nodig naar de wc. Want ik voel het aan mijn darmen dat ik nog eens een keertje aan het tieren ga. Nou, hè? Niet zo fijn gezegd, maar oké, het is wel zo. Dus wat zegt Ro gewoon tegen mij? Dan moet je even naar beneden komen, naar de wc. Maar op dat moment ben ik ook nog aan het overgeven. Dus als je aan het overgeven bent en je moet heel nodig naar de wc. Dus dat zijn twee componenten. Je hebt hier je darm eigenlijk. En dan hier, dan heb je twee keer kracht. Ja, dat gaat niet. Dus, nou, dan kun je wel denk ik bij jezelf nagaan dat dat niet een fijn gevoel is. Dat je en nog aan de diarree zo wat zit en nog aan het overgeven. Die twee combinaties is niet handig. En dan nog je pijn is niet handig. Dus ik zeg tegen Ro van, we gaan naar huis. Nou, is goed. Dus ik zeg nog in de auto, ja, ik pak gewoon mijn emmertje en ik ga op de bank. Nou, de bank heb ik niet gehaald. Ik ging op bed. Nou. Toen kwam er met overgeven een beetje bloed bij. Nou, dat baarde mij de zorgen. Ik denk, dit is niet goed. Dus ik heb Ro laten bellen. Huisartsenpost. Kwam hier niet doorheen. Zo druk was het. Dus ik heb tegen Ro gezegd, je belt me 112. Nou, daar kwam hij doorheen. Is allemaal door verbonden. Ik kon nog dezelfde avond terecht bij de eerste hulp. Nou, ik had pijn. Ik kon niet meer, jongens. Zoveel pijn. Dus, nou, dat was dus 8 augustus 2021. Nou, dan zit je daar. De eerste hulp. Jankend. Gillend van de pijn. Ja, op dat moment, dat maakt het me niet uit. Ik heb gewoon pijn en ik wil gewoon geholpen worden. Maar ja, ik snap ook wel, hun moeten alles uitsluiten. Ik wist ook niet wat ik op dat moment had. Dus onderzoek 1, onderzoek 2, bloedprikken. Nou, en Ro, die houdt al niet van ziekenhuizen en al niet van naalden. En, nou, dus iedere keer als een arts wat kwam, ging hij wel uit de kamer. En ja, en dan zit je alleen hè, als vrouw en dan heb je zoiets van, ik wil je hand vasthouden. Kom verdorie bij me. Maar ja, hè, op dat moment. Laat Ro maar. Dat is Ro. Lekker laten gaan. Dus. En. Ik word dus ontslagen. Na heel veel onderzoeken. Wordt er dus in het systeem gezet. Dat ik pijnvrij. Naar huis ging. Maar ik moest wel de volgende ochtend. Om 7:30. Zoiets dacht ik uit mijn hoofd. Ik kan het mis hebben. 7:30 dacht ik. Weer terugkomen. Oké. Vroeg. En je wordt om. Na. 1:30. 2:00. 3:00. Dus 2 en 3 uur weer naar huis gestuurd. S'nachts. Ja. Dat wordt er niet. Maar toch wel. Maar ik had mijn bandje nog om. En van het ziekenhuis. Want Emma die moest ik omhouden. Nee. Oké. Maar de volgende ochtend moest ik wel gelijk weer bloed prikken. Want dan konden ze wat dingen zien. Nou, prima. Volgende ochtend. Ja, 9 augustus. Jee. Nou. Maar trouwens, ik had wel een injectie nog gehad. S'nachts. Dat hielp wel een beetje. Maar ik ging niet pijnvrij naar huis. Zeker niet. Nou, de volgende ochtend. Afdeling heelkunde. Ja. Wat ik daar blij van? Nee. Chirurgie, heelkunde. Oké. Nou, eerst bloed prikken, heelkunde. Maar ik had zoveel pijn, jongens. Ik heb de hele nacht op de bank liggen, krijzen van de pijn. Zoveel pijn had ik. Nou, Ro die heeft amper geslapen. Ik heb gewoon niet geslapen. Maar oké. Het ziekenhuis, weer allemaal. Allemaal onderzoeken. Ik werd gek. Totdat een arts kwam. Die eventjes op mijn pijnplek ging drukken. Ik kon hem wel zijn nek omdraaien. Zoveel pijn kreeg ik in één keer. Maar oké. Ja. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Ja? Kan gebeuren. Maakt niet uit. Doen we maar gewoon. En dat was een hele vriendelijke arts. En die zei van, oh, ik weet al wat je markeert. Je hebt acnes. Wat is acnes? Ja, dat is een zenuwbeknelling. Oh, fijn. Nou ja, een aantal x keren ben ik dus weer terug in het ziekenhuis geweest. Wat ik dus ook heb gevlogd.
En nou ja, dan weer pijnvrij weer weg uit het ziekenhuis. En afgelopen 29 september, zeg ik dat goed, september, ja, ben ik weer geopereerd aan mijn acnespijnplek. Ben ruim 1,5 maand, 2 maanden pijnvrij geweest. De pijn, die komt gewoon weer gezellig om de hoek kijken. Dus, ik ben nu alweer 2 keer in het ziekenhuis geweest voor een injectie. Dus ja, dat is tot nu toe eigenlijk. Ja, dus. Dus dit is eigenlijk even de snelste korte versie van hoe mijn acnes eruit ziet. En ik ga jullie nu gewoon op de hoogte houden van... Elke keer als ik pijn heb, dan ga ik ook even vloggen. En dan maak ik daar dus een aparte map over. En ook, nou ja, het komt sowieso in mijn dagelijkse leven sowieso terug. Maar ik ga er ook een dagboek over bijhouden. Ja. En ook de dag, de datum, de tijd ongeveer. Ik weet nog niet hoe ik het ga invullen, maar dat komt helemaal goed. Dus, ja, het is even een korte, maar... Ik hoop wel dat je er wat aan hebt gehad. Heb je hier ook last van? Ik zal eventjes een beetje proberen te omschrijven van waar bij mij de pijn dan zit. De pijn die zit bij mij dan precies hier. Maar soms dan schiet hij ook in één keer hier. Want ik weet dat ik hier ook ergens een pijnplek, hier precies, heb ik ook nou een pijnplek. En dat is ook niet fijn, dat moet ik ook even aangeven. Maar het meeste pijn dat zit echt hier. Dus ja... Dus dat is niet echt heel erg fijn, kan ik je vertellen. Maar oké. Dus ja, heb je ook een soort van klacht? Ik zou zeggen, deel het gewoon met mij. Want er zijn meerdere mensen. Ik zit ook op een Facebookgroep. Dat is ook met Agnes, NL en BE. Er zijn heel veel mensen. Dus ik zou zeggen, ben jij nou een lotgenoot? Laat het even weten. En misschien kunnen we elkaar eens een keertje ontmoeten of spreken via... Zoom. Of wat dan ook. Ik zou zeggen, dank jullie wel dat jullie de tijd hebben genomen om naar deze video te kijken. En dan zie ik jullie heel snel weer terug bij of de volgende vlog of gewoon de normale vlog. Elke dag om 2 uur. En anders bij de dagboek. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende.